Ik praat nu over guerrilla marketing, maar het gaat niet alleen over guerrilla marketing. Het gaat over content marketing, het gaat over storytelling. Dat is een beetje het verhaal. Ga helemaal terug naar jezelf en ga dan pas nadenken over communicatie. Het lastige is, het is heel erg simpel, maar je moet het vervolgens wel vasthouden en gaan kijken hoe je dat in je eigen clubje tot uitvoer kan brengen. Nou, ik ga met de boodschap naar huis dat guerrilla marketing eigenlijk helemaal niet eng is. En dat het sympathiek en relevant moet zijn. Dat je eerst op zoek moet gaan naar je stuk. Dus je, wat ben je? Wat is de kern van je zaak? En voordat je dat hebt, heeft het geen zin om bezig te gaan met guerrilla marketing. Mijn boodschap is eigenlijk heel simpel. Hè? Het gaat om je stuk. En pas als je je stuk weet, als je weet wat je DNA is, je merk DNA is, dan pas kun je gaan communiceren. Stuk, de Rabobank, dat is de coöperatiefste bank. Dat weten we toch? Stuur is eigenlijk je DNA. Dat is je raison d'être, dat is de zin waarom je bent. Rabobank is de coöperatiefste bank. Triodos is de groenste bank, of de duurzaamste bank. ING, nou roept u maar jongens. Ik weet het niet. ABN AMRO? Wat zeg je? De duurste, ja. Toch dingen anders te bekijken. En ik heb ook wat dingetjes opgeschreven die hij vertelt. Een beetje omdenken, hè. Dingen anders doen. Cor heeft passie voor wat hij doet. En hij weet ook waar hij het over heeft. En hij brengt het heel levendig met de voorbeelden vooral die hij bij elkaar verzamelt. Waar vandaan weet ik niet. Zijn verhaal beweegt. Hij staat nooit stil. Het komt soms een beetje chaotisch over misschien. Maar daardoor brengt hij wel leven en energie in de zaal. Cor is een enorme ADHD stuiterbal. Met ontzettende eigenwijze smoel en hele kekke jasjes. Met een enorm ego, maar het is een hele grote lieverd. Ja, ik denk dat zijn kracht echt in het inspireren zit. Weet je wel? Hij triggert je. Hij laat gewoon zien van nou, dit zijn super voorbeelden, dit zijn minder goede voorbeelden. Cor is een idioot die gekke dingen zegt, die je op even uit je evenwicht brengt, waardoor je juist dat moment denkt van, hey, dat is een leuk idee. Sommige mensen gaan eens actie voor de chocoladewinkel, maar dan vergeten ze dat ze helemaal niks kunnen, omdat er misschien een parapaal voor staat op een hek. Ga eens naar kijken wat je daar zou kunnen doen. En wat je eruit zou kunnen spreken. En tenslotte, versta je stuur naar je doelgroep. En mensen zeggen, ja, je hebt me geïnspireerd. Nou, een groter compliment kun je niet krijgen. Iemand anders zei, je hebt me geïrriteerd en geïnspireerd. Ik zeg, wat is er dan gebeurd? Ja, geïrriteerd dat ik het nog niet eerder heb gedaan en geïnspireerd om het direct te gaan doen.